Ik vind het heel spannend om een soort interactie te bedenken die zeg maar onderling hè, met die honden ook gebeurt. Los daarvan heeft natuurlijk elk beeld zijn eigen kwaliteit, dus zijn eigen emotie. Ik zie ze als mensen. Meestal begin ik met het lijf, zeg maar, en dan ga ik langzaam naar de poten en de kop. En dan denk ik na over een houding of ik kijk een boek door of ik denk van god, ik kijk even wat op het internet van als een hond, als die zich uitschudt, wat er gebeurt er dan eigenlijk allemaal? Ja, honden, ik heb... ik word eigenlijk altijd vrolijk van honden, want het is een soort onvoorwaardelijkheid wat ze hebben en ze hebben iets puurs. Ik heb toen met het grote project van Shell, waar ik 25 mensen had gemaakt, vond ik op een gegeven moment gewoon helemaal niks meer. Ik kon ze niet meer zien. Toen ben ik de stad ingegaan en ik loop door de stad. En dan is het zo druk en dan denk je, oh, wat een mensen overal. En dan, dus ik ben naar de grond gaan kijken en op dat moment liep daar een hond, die keek mij aan. En ik dacht van, nou, ik werd er zo vrolijk van, dat beest begroette mij. Op een bepaalde manier was er een soort contact. Op dat moment, van ja, dat is nou helemaal wat ik wil laten zien eigenlijk. Ik zie het als tekenen. Ik zie het als een driedimensionaal tekenen. Dus die lijnen, dat is mijn handschrift. En de beelden die ik maak, die zijn altijd in beweging. Er is altijd een vorm van een beweging. En het komt ergens vandaan en het gaat ergens naartoe. En die momentopname, die seconde dat het heeft, dat vind ik het spannendste in het werk. En dat zie je eigenlijk wel in al mijn werk terug. Zelfs in de monumentale werken die ik gemaakt heb in Noord-Spanje, waar ik een wandelende poort heb gemaakt. Die zeg maar een stap zet. Daar zit ook een beweging in. Dus eigenlijk... ja, daar had ik het al dat de poort als metafoor voor beweging staat. En dat zit in al mijn werk. Ik werk ook driedimensionaal in glas, waarin ik dus ook weer met beweging werk. Maar ik vond het altijd wonderbaarlijk dat dingen uit niets konden ontstaan. En vooral met tekenen heb je dat ook heel erg. Dat je een enorme vrijheid hebt. Het hoeft nergens op te staan of wat dan ook. En uiteindelijk ben ik gewoon gaandeweg toch... naar de zwaartekracht teruggegaan, omdat ik om mijn tekeningen en in mijn tekeningen wilde kunnen lopen. Zodat ik ze... Dus ik heb ze wel moeten materialiseren. En daar ben ik gewoon met die lijnen aan het experimenteren gegaan. En ik heb voor mijn gevoel daar nu een grote vrijheid in gevonden. Maar ik zoek wel de weerstand van het materiaal.